De 30-jarige DU is door de politie aangehouden in de zaak waarbij de 23-jarige politieman Premcheren Rafikant op zondag 13 mei dood is aangetroffen in een voertuig aan de Passiebloemstraat. De verdachte heeft zich aangemeld op de afdeling kapitale delicten, waar hij gelijk is aangehouden. Het levenloos lichaam van Rafikant is gisterochtend in het voertuig waarmee hij uit huis vertrok aangetroffen aan de Passiebloemstraat bij het scholencomplex. Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen. De afdeling kapitale delicten zet het onderzoek voort.